Met 1 uur en 3 kwartier vertraging start dan de laatste race van vandaag, de zijspannen. Op de eerste startrij, duo Bieland-Waltisbergen, de heersende wereldkampioenen, die een zeer goede tijd realiseerden in de training. 2:55.98, maar dat zit er nu niet in nadat we die regen gehad hebben. Wel zijn zij het eerste weg met op de tweede plaats de Nederlandse combinatie Strooijers-Snieders, die ook een tweede positie bij de training had gerealiseerd. Michel, bezig zijn tweede plaats te consolideren. Kijkt u maar, de achterstand van de nummers 3 en 4 is groot. Ze zijn nog niet in zicht. Maar meer dan een tweede plaats zitten er voor deze winnaars van vorig jaar ook, Simons Yamaha, niet in. Een geweldige strijd, dat moet gezegd worden, om die derde en vierde plaats. Waarbij nauwelijks van enige ruimte sprake is tussen deze man, Werner Schwetzel en Patrick Thomas met de nummer 7. De Geert Timmerbocht en dan het laatste stuk naar het rechte eind, naar de startfinish. Rolf Bieland en Koert Waltisbergh worden als eerste afgevlacht. Kijk eens, ze remmen al af voor de finish. Zij zijn de winnaars. Ja, en je moet natuurlijk wel even over de streep heen. Dat gebeurt nu, dat is de grap, dat kun je doen als je zo ontstellend veel voorsprong hebt als zij. Op dit moment al 30 seconden op de nummers 2, Alain Michel, Michael Burkhardt. Dan Schwetzelhuber op de derde plaats, Thomas Fresk als vierde, Strooijers-Snieders als vijfde, Jock Taylor en Benka Johansson als zesde, het duo Bingham als zevende. En als achtste Albert Kiezeman met Thomas Riedel, de beide Duitsers.